Zo. Hey, hallo. Ik ben Dagmar Heijsteeg en ik ben gevraagd om in de maand maart een hele maand lang geen alcohol te drinken. En ik moet eerlijk zeggen, ik moest er even over nadenken, of ik dat wel wilde gaan doen. Ik zou mezelf niet vrijwillig daarvoor opgeven. Ik vind het namelijk gewoon heel erg lekker als ik aan het koken ben, om dan even een biertje uit de koelkast te pakken. Ja, sorry, dat vind ik, ieder zijn ding. Ik vind dat gewoon lekker. Nou, nu heb ik dan even heel subtiel even iets opgeplakt, zodat ik weet van, oh ja. Even niet dus. En ik ben gewoon heel erg benieuwd, wat gaat het me opleveren? Ga ik me veel fitter voelen, bijvoorbeeld? Dat kan. Het kan ook de hele andere kant op gaan. Ik denk van, nou, ik kom het huis niet meer uit. Ik vind het helemaal niet leuk om met de spaarrood ergens te staan op een feestje. Dat kan ook, hè? Dus nou ja, ik ga er een hele maand over vloggen. Ik ben zelf ook heel benieuwd wat het me op gaat leveren. Ik heb gelukkig wel wat hulp. Ja, ik ben niet de enige die gaat vloggen trouwens. Maar er zijn meer mensen die gaan passen. Nienke, die gaat mij helpen. Die gaat zelf ook passen. Die heeft dat volgens mij al veel vaker gedaan. Kijk, overal posters op in mijn huis. Zodat ik het niet vergeet vooral. Kijk, het zijn ook allemaal mensen die ook stoppen een maandje. En ik merk het al, weet je. Ik zat even het recept voor mijn pompoensoep door te lezen. En onbewust zijn er ook allerlei processen waarvan ik dan denk van ja. Het doet toch wat met je hoor. Ja, hier staat een tip. Voeg voor het serveren een eetlepel rum toe. Ja, dat moet natuurlijk room zijn. Maar ik zie dan rum. Maar dat betekent dus dat het iets met me doet. En dan vind ik het al wel interessant worden. Dan laat ik het eens een maandje staan. Kijken wat er gebeurt. Nou, leuk als je dat wil volgen. Mijn verhaal, mijn vlogs. In de hele maand maart dus. En doe mee, hè. Want het is gewoon leuk om dat met elkaar te doen. Samen. Nou, ik zie je in maart. Doei!